Als ik iets van iemand wou, is het me eigenlijk altijd wel gelukt. Zo, dat is arrogant. Ook nergens voor nodig eigenlijk. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Blijkbaar daten dus de TikToker mee aan een datingshow Lang Leef de Liefde. Waarin je dus 24 uur lang opgesloten zit met een vreemdeling en dat is dan je date. Maar ik zag dus niet heel veel positieve comments, dus ik ben wel benieuwd naar deze aflevering. Dus we gaan het gewoon gelijk checken. Origin en let's go. Hey. Hoi. Ik heb mijn hond meegenomen. Ik heb jongens meegenomen, joh. Wat leuk. Ja. Hoi. Maaike. Joel. Hoi. En die Maaike, die chick, dat is dus een TikToker. Ik ben zo benieuwd, hè. Want ik had dus alleen de comments gecheckt, maar die zijn niet heel chill. Ik laat jullie wel zien wat ik zag. Medelijden met Joel en Douchy. Joel is dus die guy. Is ze geïrriteerd of zo? Erg lastige date voor deze beste man. Dus ja, ik ben zo benieuwd. Het geeft zeg maar wel vast een beetje de toon aan voor deze aflevering. Hoe heet je hondje? Douchy. Oh, nu snap ik die comment pas. Zielig voor Joel en Douchy. Oké. Ik heb een cadeautje voor jou. Ik hoop dat je ervan houdt. Anders is ik hoop het ook. Wat is het? Ja, het is allemaal thee. Thee? Ja. Ah, dat lust ik wel. Pot, thee leven. Oh my god, ik ben zo slecht in uitpakken. Ik krijg dit niet open. Ik had het ook gewoon open scheuren. Maar... Ja, maar dat vind ik zo aso. Ik krijg het echt niet open hoor. Oh, er zit een touwtje omheen. Ook. Ja. Kuttouw. Oké, misschien komt het doordat we die comments dus hadden gelezen. Maar ligt het aan mij of lijkt ze inderdaad al een beetje gefrustreerd of geïrriteerd of zo? Niet per se op hem, maar over het algemeen gezien. Even kijken, waar ligt een schaar? Of een mes? Niet hier. Wat is dit? Krijg ik ook niet open. Als de levensenergie wordt nu al uit hem gezogen, check zijn kop hier dan. Hij lijkt gewoon depressief. Ik ben hier gewoon al eerder geweest en ik weet het niet. Ze is hier eerder geweest. Heeft ze ook een keer eerder meegedaan? Oh, hier. Hoi. Hallo. Hey. Hoi, ik ga je een knuffel geven. Ja, ik ga je knuffel geven. Hey, ik ben Nick. Oh, oké. Ze heeft echt een keer eerder meegedaan. Hier zag ze er al gelijk veel vrolijker uit. Oké. Gezien alle haat had ze misschien niet nog een keer mee moeten doen. Besef ook even het contrast met de comments onder deze video. Ik zeg het niet vaak, maar dit lijkt me een vrolijke, spontane dame die van gekkigheid houdt en een dosis humor heeft. Ook belangrijk. Wat een leuke meid die Maaike. Leuke koppie, fantastische body en sympathiek. Zoiets laat je toch niet lopen? Besef even hoe snel die meningen over haar zijn geswitcht. Waarschijnlijk kreeg ze in deze aflevering even goede aandacht. Want ja, iedereen vond haar leuk. En dacht ze gewoon van, ja, ik doe nog een keer mee. Ja, meer aandacht. Alleen pakte dat dit keer wat minder goed uit. Het was wel iets scherps. Oh, bro, hier liggen gewoon messen. Oké, wist ik. Maar dit is niet van die biologische thee of zo, hè? Nee, nee. Nee, gewoon eentje is groene thee en ander vruchten. Ja, ik hou wel van thee. Ja? Maar dat doe ik mes even terug. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb voor jou ook een cadeautje. Ja, ik zag het al. Ja. Nou, ik speelde dit vroeger altijd. Ja? Dus... Je speelde dit vroeger? Het is een spelletje. Ja, het is een... Ja, dat heb ik nu al verpest. Ja. Ik denk dat we te snel oordeelden. Ze lijkt nu namelijk nog oké. Ze lijkt nog wel aardig. Hondenpolie. Ja. Ik weet niet of je het kent. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ja, het is gewoon Monopoly, maar dan met hondenversie. En het lijkt me echt alsof ik een hondenfreak ben, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Dat wilde ik echt net zeggen. Het valt me trouwens ook op dat er een random vlieg op die appel zit. Mmm, smakelijk. Ben je dit? Nou ja, natuurlijk. Ja, ik neem er mee, maar... Ja. Ja. Nee, maar vertel, hoezo heb je eigenlijk voor mij opgegeven? Ja. Daar ben ik echt benieuwd naar. Voor haar? Ik wil het echt weten. Ja. Ja. Nou, ik had die aflevering van jou gezien toen. Ja. En toen dacht ik, ja, ze is een hele leuke meid. En vooral je energie, hoe je overkwam. Gewoon heel druk en ja, lief ook. Druk. Ja, ja toch wel druk. Ja, ja. Ik bedoel het goed, hij bedoelt het goed. Oh, dus hij heeft zich ook nog eens specifiek voor haar opgegeven. Oké. Maar ja, ze kwam blijkbaar dus wel goed uit de eerste aflevering. Maar ja, zoals ik al zei, ze leek al veel enthousiaster, veel blijer in een stukje van 5 seconden dat wij even zagen. Dus ja, we komen steeds achter nieuwe dingen. Oké, boodschappenlijstje. Oh ja, boodschappenlijstje, hè? Ja. Ja. Ik had als idee om vanavond... Van die pizzaatjes die je zelf kan maken te eten. Is goed. Pizza's zelf. Oh. Pizzadeeg moet je gewoon neerzetten. Oh ja, pizzadeeg. Tomatensaus. Wat nog meer? Kaas. Tomaat. Ja, mozzarella. Nee, ik wil geen mozzarella. Ik wil gewoon normale kaas. Oh. Vak eiwitten. Kaas. Wil je nog iets van kip of zo erop? Nee, ik wil gewoon normale pizza. Ik heb geen zin om shit erop te doen allemaal. Nee? Hoor. Okay. Nee. Oeh. Nu begint ze haar slechte kant wel te tonen. Inderdaad, alsof ze echt mega geïrriteerd is of zo. Nee, ik wil gewoon normale pizza. Mozzarella. Oh ja, wil je ook nog... ja, wil je wijn? Wat voor wijn wil je? Oh ja, wijn. Ik ga even verder opschrijven. Oké, wil je dan droog of zoet of rood of wat? Nou, doe maar droog. Wil je dan Chardonnay of Sauvignon? Of... Pinot Grigio of... Ja, doe maar Sauvignon, ja. Sauvignon? Geen idee dat is.
Bam. Zo. Heb jij veel ervaring in de liefde? Dushy, kom. Nou, wat is veel? Ik ben nog maar 19, hè? 19? Ja, hoe oud ben je eigenlijk? Ja. Wat denk jij? Nee, daar heb ik geen zin in. Gewoon zeggen. Zou je niet heen? Nou, ik ben 22. Niet doen, Dushy. 22. En ze is irritant. En ze geeft hem geen aandacht. Ze komt er met de hond en geeft de hond alleen maar aandacht terwijl hij een gesprek probeert te voeren. Waar slaat dat dan weer op? Met zo'n type wil je toch überhaupt niet eens praten? Laat staan, je leven meeleven. Dushy, kijk. Oh, Dushy, kijk. Daar is de bal. Is hij daar? Nou, oké, maar wat is veel ervaring? Veel dates, veel relaties. Nee, ik ga nooit op date. Waarom niet? Ik heb daar gewoon geen zin in. Zo, lijkt me een leuk type dit. Ik mag nooit het O-woord van Nathalie gebruiken, maar ik denk, zij koud wordt ongesteld. Het bloed komt hieronder vandaan. Want het kan toch niet zijn dat je echt zo als persoon bent, hè? Ik ga de expert er even bij halen, ja? Eventjes later. Waarom denk je dat ze ongesteld is? Omdat ze geïrriteerd doet. Nee, die eerste had ze gewoon gelijk. Ze maken een boodschappenlijstje. Dan ga je toch niet zeggen, zelf pizza deeg maken of zelf pizzaatjes maken. Ze wilt geen poespas, ja. Ik denk dat het gewoon haar karakter is dat ze gewoon, ja, dat niet wil, I guess. Ik ben het niet eens met deze expert opinie. Zij is keihard ongesteld. Wegwezen. Zoek een andere slechte expert. Weg. Dames en heren, ik ben bang dat Nathalie gewoon exact zoals haar is. Shit man, ik had het niet door. Hoe uit jij jouw liefde? Als ik mensen ga slaan. Ja. Ja, dan mag ik je. Nee, maar is dit grappig bedoeld of is dit serieus of... Ik snap het niet. Want en het is niet grappig. En als het wel serieus is dan... Yo, hey, dan moet je rennen. Dan moet je rennen, bro. Nou ja, je moet eigenlijk sowieso al rennen. Hoe dan ook. Welke bijnaam zou je mij geven in de slaapkamer? Oké, even. Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Maar als ik daar zat in zijn situatie... Ik zou gewoon hebben gezegd... Dushy. Ewa, Dushy. Kom eens hier met jouw pussy. Oké, nee, dat is raar. Ik denk, ze had me geslagen op dat moment. Bam. Baby of zo, dat is ook weer gecreëerd. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Ik zeg eens niet, hè, dat juist dat vind ik. Nee, dat kan niet. Ik vond Dushy toch beter. Baby. Nou ja, weet ik het. Schat, schatje. Eeuw. Ook als jongens zeggen mop of moppie of zo, dat vind ik heel irritant. Ja? Maar ben ik je type dan? Oh, nee. Stel, ik zou jou ergens zien in de club, zou mijn eerste oog niet op jou gaan, nee. Mm-hmm. Zal ik zo wat een spetter. Nee, ja, dat heb ik niet. Zielig. Ze zei het zo snel. Nee, je ziet het daar ook zitten van... Ja, leuk. Wat is het meest gedurfde dat je ooit tegen iemand hebt gezegd? In de sportschool was ik ergens loop. Als ik dan iemand zie lopen, dan denk ik... Dat is leuk meisje dat ik dan op afstap. Vind ik wel best gedurfd. Dat doe je ook? Ja. Oké. Okay. Dat is toch wel gedurfd of niet? Ja, ik zou het zelf niet zo snel doen. Ik zou het ook best wel irritant vinden als iemand naar mij toe komt om dat te doen eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Ik zou denken, gast, ik ben aan het sporten, laat me met rust. Maar wat zou zij niet irritant vinden? Volgens mij vindt ze alles irritant. Ik kan zeg maar ook heel lastig een gesprek met haar voeren, want alles wat je zegt, heeft ze commentaar op. Of ze praat zeg maar niet tegen je, dan is ze ergens anders mee bezig. Of als je dan wel wat zegt, is het gelijk van, eeuw, wat? Dan spreek je gewoon iemand aan. Ja. En dan lukt het ook meestal. Vaak. En waarom ben je dan nog steeds single? Nee, ik ben ook wel kieskeurig en ik heb ook wel aardig wat gedate, maar uiteindelijk dan komt er toch niks van. Oké. Okay. Deze guy lijkt me gewoon best wel chill eigenlijk. Hij komt voor mij een beetje verlegen over, maar als hij dit dan zegt dan denk ik van, oh, hij is niet heel verlegen. Maar ja, het kan ook zijn dat hij verlegen overkomt omdat zij zo verschrikkelijk is. Daar word je gewoon bang van. Ja, ik ben dus nooit echt afgewezen of zo eigenlijk. Als ik iets van iemand wou, is het me eigenlijk altijd wel gelukt. Zo, dat is arrogant. Ik krijg altijd mijn zin. Echt zo'n vervelende opmerking. Ook nergens voor nodig eigenlijk. Was jij positief of negatief verrast toen je mij voor het eerst zag? Ja, wel negatief. Ja? Ja. Hoezo? Je bent langer dan ik had gedaan, maar je hebt ook laars of iets aan, hè? Nee, dat valt wel mee. Nou ja, echt? Twoe! Ik dacht dat hij zou zeggen van ja. Je bent best wel chagrijnig. Maar je begint over de lengte. Maar hoezo negatief? Door mijn lengte? Ja, je lijkt me langer. Hoe lang ben je? 1,83. En jij bent? Ja, ik dacht dat ik 1,82 was. Oh, dat komt uit de vorige aflevering, waar jij dus in zat. Wow, dat is best wel lang. Wow, ik ben 1,76. Naar mijn idee ben ik 1,82. Ja, ik ben 1,92. Dat is echt onzin. Nee, ja, ik zweer het. Jij bent geen 1,82. Waar wedden wij om? Ik moet heel even nog een keer naast je staan. Ga eens even naast mij staan. Hij is wel lang. Ja, daar durf ik echt wel op te Maar jij bent gewoon langer. Jij bent langer dan 1,82. Nee, echt niet. Jij bent echt 1,85. Nee. Ja.
Zo! Zo! Hoorde je die zucht? Ik zou er persoonlijk echt niet tegen kunnen, hè? Maar echt totaal niet. Ik vind het echt verschrikkelijk als mensen chagrijnig doen. Maar ja, volgens mij durfde hij ook niet meer te zeggen wat nog meer tegenviel. Want het enige wat hij tot nu toe durfde te zeggen was... Oh, ik dacht dat je kleiner was. Ook niet echt een belediging of zo. Eigenlijk totaal niet. Hey! Ja, is wel leuk hoor. Het is wel een unieke ervaring in ieder geval. En het ding is een beetje dat zij niet echt heel erg wederzijds interesse toont, zeg maar. Hoe kan het vanuit jou komen? Ja, precies. Maak er sowieso het beste van en misschien wordt het uiteindelijk nog leuker of zo. Ik zie het wel. Kijk, dat is een positieve mindset. Lijkt me ook kut hoor. Dan zit je daar met iemand die totaal geen interesse in je toont. Ja, maar je zou toch inderdaad denken van ook al vind je iemand niet leuk, hou het tenminste nog een beetje leuk. Weet je, het is voor iedereen een nieuwe ervaring. Of nou, voor haar niet. Zij is al geweest. Maar het is voor hem ook een nieuwe ervaring. Hou het gewoon een beetje leuk. Ook al voel je geen aantrekkingskracht, weet ik veel. Ik snap gewoon niet waarom ze nog een keer meedoet als ze er zo in staat. Heb je nog gehad over waar je gaat slapen? Nee, nog niet eigenlijk. Nee, nog niet. Maar ik denk wel gewoon in bed. Op zich moet dat wel kunnen, denk ik. Even kijken. Ik denk niet dat dit goed af zal lopen. Ik denk niet dat dit goed af gaat lopen. Ga je op die bank? Nee, ik ga niet op die bank liggen. Nee. Het was leuk je even te spreken, je even te zien weer. Veel plezier en Yes, dankjewel. Weet je wat ook grappig is? Die hond chillt gewoon bij hem. Die hond is liever bij hem dan bij haar. Zielige douche. Wat is dan de reden dat jij je precies hebt aangemeld? Ja, ik vond je er leuk uitzien. Ja, oké. Wat vond jij dan leuk? Dat je eigenlijk heel eerlijk bent. Okay. Dat je gewoon in ieder geval heel erg jezelf bent. Gewoon dat je dan... Ja, het boertje zeg maar niet volgens mij echt wat anderen nou denken of... Dat zien we. Dat zien we inderdaad. Ik ging net ook bellen. En wat heb je gezegd? Dat het leuk is, maar vooral nog wel vriendschappelijk, heb ik wel het idee. Maar... Ja, ben ik het wel mee eens. Ja? Op zich, ja. Kijk, natuurlijk, het zou nog kunnen komen. Ik had het de vorige keer ook, dat het gewoon begin vriendschappelijk was. En 's avonds switchen het eigenlijk een beetje om. Het is niet dat ik al helemaal denk, oh, afgeschreven of zo. Oh, 's avonds. Mike en Joël hebben besloten om de date iets spannender te maken met een potje doen of de waarheid. Wie weet maakt dat nog bepaalde gevoelens los. Of niet natuurlijk. Yeah. Wow, dat was je zwembroek, hè? Ja. Of een scheet? Nee, ja, denk je dat ik zo een kan laten? Joël, zou je graag iets aan een deel van je lichaam willen laten doen? En zo ja, welk deel? Dik vergroting! Grotere dik! Is iets wat ik niet zou zeggen. Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Ik ga in maart weer. Wat ga je doen dan? Lippen weer. Ja. Nog groter. Vind je dat nu veel te groot dan? Dit genoeg, zeg maar. Klein beetje kan wel nog. Nee. Wel. Nee, maar waarom? Waarom ben je zo zeker? Maar op zich, een klein beetje kan nog wel. En dan is het wel gewoon genoeg. Het is niet dat ik nu lijk op Donald Duck. Nou, waarom wil je zo'n grote lippen? Ik vind dat gewoon mooi. Ja? Waarom ga je naar de sportschool? Omdat je het toch mooi vindt als je lichaam opgepompt is? Ik wil mijn lippen oppompen. Maar ja, die kan je niet trainen. Dus dan spuit je er filler in. Het begon agressief te worden. Ik moet jouw bovenlijf kussen. Alsjeblieft. Kom even omhoog hoor. Ik heb het al gedaan. Ja. Ik heb het al gedaan. Ja. Alsjeblieft. Awkward. Hij wil het wel graag. Niet vallen hè, want ik zie het alweer zo gebeuren. Ik had inderdaad wel beter gehad. Ja, douchie, blijf. Hij gaat gewoon weg. Waarom deed je die slippers ook niet aan? Oh ja. Ik hoor haar alleen maar geïrriteerd zijn tijdens deze date. Maar ik denk wel dat het gewoon chiller is als je hier nu al achterkomt tijdens de eerste date. In plaats van weet ik veel, vele jaren later. Dus ja, wegwezen. Dus jij slaapt hier? Denk het wel. Ja, dan zie ik jou morgen om... Ja, ik moet wel even die dekens gaan pakken. Ik dacht dat zij echt stond te wachten op het moment dat hij zou zeggen van... Nee. Ik slaap hier wel. Of misschien heb ik dat verkeerd opgemerkt. Hoe zorg ik ervoor dat jij morgen vrolijk opstaat? Maar even mijn rust laten in de ochtend. Ja, moet je altijd even opstaan. Nou, je moet gewoon niet irritant gaan doen voordat ik heb gedoucht. Anders word ik echt gewoon een beetje zo chagrijnig. Oh, dan word je chagrijnig. Oh, als je nu nog niet chagrijnig bent, dan wil ik je niet zien wanneer je wel chagrijnig bent. Dan ontploft de bom echt. Besef ook gewoon hoe aardig hij probeert te zijn. Hij vraagt letterlijk, yo, wat kan ik doen zodat je leuk wakker wordt? En zij zegt gewoon letterlijk, irriteer me niet. Is toch ongelofelijk. Doei. Doei, is dat lekker. Tot morgen. Tot morgen.
mezelf. Oké, kijk eens. Heb je helemaal lief ontbijtje ik gemaakt? Ik heb helemaal ontbijt gemaakt. Oh, wat cute. Ja, dus ik weet niet of jij twee croissants wil eten. Eentje. Eén? Nou, best. Oké, nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Douchie, wat ben je nou aan het doen? Zie je er naar mij te kijken, vriendin? Ik vind het echt heel naar dat we de hele tijd zo zitten staren. Ja, ik snap het ook niet. Dus je gaat ze op je plek? Plaats. Op je plaats. Ze luistert wel naar mij, hè? Maar ja, ze luistert wel goed. Ik heb haar goed onder de duim. Ja, ja. Zo hoort het. Met honden wel, ja. Je bent toch ook gewoon een dakkoe? Zo, hè? Zo! Hij wordt nog gewoon een dakkoe genoemd. Nou ja, ik ben het denk ik wel met de comments eens. Ik vond het echt zielig voor die guy. Maar ze hebben zich nog helemaal speciaal voor haar aangemeld. Oh. Maar ik moet ook zeggen, ik ken haar eigenlijk niet. Ik heb nog nooit van haar gehoord. Dus we gaan de TikTok even checken. Je zei toch dat je niet nog een keer mee zou doen aan lange levende liefde? Oh. Even kijken naar de comments. Heb een heel ander perspectief van je gekregen na die aflevering. Je deed echt alsof je geen zin in had en een heel ander gedrag dan de eerste keer. De klik was er totaal niet. Ga niet iemand aan het lijntje houden en er is echt veel ingeknipt. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft dan. Ja, wat uploads zijn voor de rest? Ja, ja, niet heel veel bijzonders volgens mij. Nou ben ik toch wel heel even benieuwd naar de vorige aflevering. Even een klein stukje kijken dan. Even kijken hoe ze daar was. Liever ruig of teder tussen de lakens? Ja, nee, zeg mijn het maar, ik stel de vraag. Mijn moeder kijkt ik stel dit. Je de vragen. Oh. Ik stel je de vragen. Nee. Sorry, mama. Nou, ik heb liever ruig. Ja, ik ook. Nou, leuk. Matchen we daar in ieder geval nou, mee. Nou, dat is ook fijn. Wel belangrijk. Ja, heel fijn. Je merkt wel gelijk een hele andere vibe. Ga je lekker op de bank? Ja. Nee. Nee, hoezo niet? Ik ga helemaal op deze kant, ga helemaal aan die kant. Ik ga gewoon een kussen barrière zo bouwen. Doe je ding, ouwe. Oké, ouwe. Aai, let's go. Let's go. Aai. Je merkt wel echt dat het heel anders is, inderdaad. Misschien had de expert toch gelijk en zag ze hem gewoon niet zitten. Maar dan nog, dan kan je toch wel een beetje aardig blijven. Maar ja, goed, dat was het wel weer voor deze video. Laat weten wat jullie denken in de comments. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.